Oké, proost. Wat is de tijd? Prima. De wijsje in de klok. Het is wodka tijd, toch? Welkom allemaal bij de Bendebus tijdens het Amsterdam Dance Event 2018 met nog steeds DJ Shah. En een DJ-duo die we gaan ophalen, Lucas en Steve. Zijn er steeds meer tegenwoordig, hè, duo's. Ja, is dat een trend? Ja, ik denk het wel, ja. Wat vind je van Lucas en Steve? Omdat ze op spinning zitten en toch wel echt topproducers zijn en een hele toegankelijke sound hebben, scoren ze op dit moment echt heel erg goed. En als DJ's... komen ze ook leuk uit de verf. Ze hebben een goede live show en speel radio hits natuurlijk. Up Till Dawn en Show Me Love hebben ze ook nog gemaakt samen met Sam Veld. Laten we even naar ze luisteren. Wij volgen het traject zoals zoveel bekende DJ's dat op dit moment volgen. Namelijk eerst produceren en dat onder de knie krijgen en vervolgens... als je dus als producer volwaardig bent en je kan volwaardige producties maken, je scoort daarmee en dan pas gaan draaien. Dat is eigenlijk wel een logisch traject. Yes, we gaan ze ophalen en dan stoppen we ze in de Bendebus om te praten. Om te platen over hun drie praten. Om te praten over hun drie platen. Het is fijn dat jullie er zijn bij mijn Bendebus tijdens het Amsterdam Dance Event. Voordat we over de drie platen gaan lullen, want jullie hebben er één uitgekozen waardoor jullie zijn geïnspireerd. Wat jullie doorbraaksingle was en wat jullie nu vet vinden. Ja, klopt. Ja. Kan ik jullie eerst iets te drinken aanbieden? Nou. Ik heb hier een coolboxje, maar deze past er niet in. Ja, doe die maar. Ja? Oké. Okay, oh, jezus. Oh, ik zou iets meer schud hem maar in. Het zijn geen bodempjes bij Frank. Nee. Oké, proost. Wat is de tijd? Prima. De wijsje in de klok. Het is wodka tijd, toch? Juist, Proost. Zo, hij is lekker sterk. Oké, muziek. Ja. Het begon allemaal met Barthez. On the Move. Ja, dat is voor ons wel de plaat die... Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk zelf in een nieuw jasje gestoken, Up Till Dawn. Waarom is die zo bijzonder voor jullie? Die plaat, en dat is wel ongeveer toen wij begonnen met draaien. Dus dat was een van de eerste nummers die ik op vinyl kocht. En die ik ook echt met mijn draaitafels, die sleepte ik toen nog iedere keer mee. Meenam naar danscafés. Weet je nog het moment dat je hem voor het eerst hoorde? Ja, dat was in de studio. In de studio boven. Wel, het was niet echt een studio toen. Het was eerder een zolderkamertje. En Lucas liet die platen. Was zo, deze moeten we ook wel eens gaan draaien. En op alle klassenfeesten waar we toen stonden. En daarmee hebben we ook gekozen. Natuurlijk een extra grote eer dat we mochten remixen. Ja. In een nieuw jasje mochten steken. Zullen we heel even naar luisteren? Ook voor de mensen die hem niet meer herkennen. Dit is goud. Wat voel je als je dit hoort? Kijk, dit is gewoon een soort nostalgie. Als je deze plaat hebt gehoord, dan... dit is gewoon een soort jeugdding, toch? Dat melodietje is zo herkenbaar. Dus dat moesten we gebruiken op de een of andere manier. Daar werd het vuurtje aangewakkerd. Inmiddels is het vuurtje laaiend. Echt, dus zijn jullie een soort van steekvlam. en dat heeft alles te maken met jullie doorbraaksingle, Make It Right. Ja, dat is in ieder geval een van de redenen waarom we in een flinke stroomversnelling terecht zijn gekomen. Ook een sample trouwens. Die samplekoningen, hoor. We doen het nogal eens. Daar hebben we Michael Jackson met Pretty Young Thing gesampled. Ja. En uiteindelijk hebben we een nieuw refrein een beetje ermee gemaakt. En dan Make It Right, dat zat wel in de tekst, maar dat was toen alles behalve het refrein. En wij hoorden daar weer wat anders in. En toen gingen we daarmee aan de slag. Bij ons label aangeklopt van, hey, wat vinden we hiervan? En die waren meteen overtuigd. Ook even luisteren nog, ja, even voor het gevoel weer. Weet je nog dit moment dat jullie deze dus aan je label lieten horen en dat je er ook echt mee doorbrak? Dat je merkte dat er meer boekingen kwamen, dat mensen zeiden van, hey, die Lucas en Steve, die moet je in de gaten houden. Ja, heel goed. En wat dat betreft heeft deze plaat zo ontzettend veel voor ons gedaan. Het is ook volgens mij de eerste plaat die op de commerciële radiostations, buiten de dance stations gedraaid werd. Eerste plaat die ook echt in het buitenland op de radio kwam en dat soort dingen. En dat is wel heel bijzonder. En we merkten eigenlijk vanaf dat moment dat ook dat balletje internationaal ging rollen. Ja. Was dat voor jou? Ik weet nog wel het eerste keer dat wij hem lieten horen. We hebben altijd van die A&R meetings. Dus dan zit zeg maar een heel team van ons platenlabel Spinning Records. Die zitten dan zeg maar in een soort van rijtje. En dat is echt zo, ik weet niet. Dood, dat was voor ons zeg maar een van de...
belangrijkste keren. Want wij gingen echt. We waren een beetje in die househoek zaten. Met dat Everybody Be Somebody en zo. Dat vonden heel veel mensen best wel tof. Maar wij dachten, nou ja, we willen dit gewoon een keer proberen. Dus het was eigenlijk in principe een soort. Eerste keer dat we echt iets totaal anders deden dan wat we normaal deden. En echt, we kregen zoveel reacties erop van de mensen. Ook van mensen van Spinnen. En die zeiden echt van, jezus, wat is dit nieuw, fris en iets wat we nog niet eerder hebben gehoord. Dus wat je heel erg merkt is dat die plaat heel erg ging leven. Na 2-3 weken werd er heel veel mensen echt meteen gedraaid. Ook op festivals. En inderdaad, de radio begon op te pakken. Volgens mij hebben jullie hem ook gedraaid. Ja, dat is iets wat wij natuurlijk echt niet van tevoren hadden durven dromen. Zeg maar. Want dat is echt de eerste plaat die voor ons op de radio kwam. Dus ik weet nog heel goed dat die werd aangekondigd als nieuwe muziek bij 3FM, dat je dan je radio, wij kwamen natuurlijk uit Maastricht, dus ja, Maastricht is 3FM natuurlijk heel populair, dus wij zetten die plaat aan en ik zeg yes. En alles went uiteindelijk, en dat is soms wel een beetje, is wel een beetje jammer, en er komen natuurlijk altijd weer nieuwe dingen, alleen ja. Daarom is er ook een nieuw talent wat jullie, of een nieuwe plaat die jullie even onder aandacht willen brengen, dat is de derde plaat in deze reeks. Voordat we erover gaan lullen, omdat die nieuw is, moet ik hem even laten horen meteen. I'm losing it. Waarom vind je hem zo vet? Ik vind de sounds die hierin zitten vind ik heel erg vet. Dat bobbeltje wat maar doorgaat. Ja, nee, dus die plaat, 1001 variaties op dat hoekje, dat melodietje. Die sound, en dat is heel erg tof en brengt ook een bepaalde vibe met zich mee. Die je niet heel erg vaak hoort. En daardoor is het ook best wel vernieuwend. Je merkt ook dat DJ's over het hele spectrum stappen erop in. Ja. Maar is het iets wat jullie ook zouden willen maken? Nou kijk, iedereen wil zo'n plaat maken. Want het is hoezo? Gewoon, want ik gewoon, ben niet zo in de dance. Cool, althans. Cools, weet je wel. Het is iets. Er hangt een bepaalde vibe omheen. Waardoor heel veel mensen zoiets hebben van, jezus, dit is echt iets anders dan wat we de afgelopen tijd hebben gehoord. Dus dan moet je als DJ, denk ik, en als producer echt naar op zoek gaan. Dit kan je niet vergelijken met iets wat al op de markt was. En ook niet wat je draait in je eigen set. En daarom is het, denk ik, zo speciaal. Dus ja, je bent er wel jaloers. Ja, eerder bewondering, denk ik. Okay. Ik heb één kritiekpuntje op dit hele interview. Ik heb jou niet zien drinken. Ik heb jou niet zien drinken. Ja, jij wel. Jij wel. Proost, jongens. Yes. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet dan niet te liken, want dat vind ik heel leuk. En dat vinden Lucas en Steve ook heel leuk. Ja. Wat zeg je? Kom, we zien niks liever dan al die duimpjes. Kom op. Duimpjes omhoog. En als je alles wil zien van ADE, ga dan even naar links of naar rechts. Later. De Bende van Van der Lende. Maandag tot en met donderdag vanaf 18:00 PM op 3FM.